In Friesland staan een stuk of 15 Amerikaanse boerderijen. Hans de Haan en Jacob van der Vaart deden er onderzoek naar, wat resulteerde in hun boek Amerikaanse boerderijen in Friesland. Ze vertellen hierover hier in Scharsterbrug bij de eerste Amerikaanse boerderij in Friesland, die in 1923 werd gebouwd. In 1911, toen is Lammert Simons Brouwer, een boerenzoon uit Minnesota, naar Amerika gegaan. Alleen, met de boot. En daar heeft hij rondgezworven. En daar heeft hij ook ontdekt dat daar hele aparte boerderijen stonden. En toen hij terugkwam, toen heeft hij materiaal meegenomen en ook materiaal verkocht. En dat is eigenlijk het begin van de ver-Amerikanisering van de boerenbedrijven. Boerderijen hadden meer licht en ruimte, betere hygiëne en een hijsinstallatie om het hooi op zolder te krijgen. Toch is de Amerikaanse boerderij een vergeten boerderij. Met het boek willen de Haan en Van der Vaart hem weer onder de aandacht brengen. De twee zijn lid van de Boerderijenstichting Friesland en deden dan ook jaren uitgebreid onderzoek. En dat levert uiteindelijk zoveel prachtig materiaal op. Ik heb zelf al heel veel foto's gemaakt. Je gaat naar archieven, ga je oude bouwtekeningen zoeken. Ja, en dat leverde zoveel op. We dachten, nou, hier is weinig over bekend. Hier maken wij een boek van. Toevallig hebben we gisteren met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed gesproken. En ja, die zijn nu echt op het spoor gekomen. Zeggen, hey, dit soort boerderijen, die kenden wij helemaal niet. Zouden ze elders in Nederland ook staan? Nou ja, dat hebben wij niet kunnen uitzoeken. Maar er is nu belangstelling voor gekomen, dankzij het boek. Op ongeveer een derde van de Amerikaanse boerderijen wordt nog geboerd. Zoals hier in Scharsterbrug. De koeien staan nu uiteraard in de nieuwe stal. Maar melkveehouder Sido van der Werf neemt ons even mee terug in de tijd. Ik heb hier nog een jaar in gemolken. Maar de koeien werden groter. Dus toen moest ik een andere stal bouwen. Op wat voor manier was het handig hier om te boeren? Nou, het is een Hollandse stal. Ze staan met de koppen naar elkaar toe. Je hebt een voerpad in het midden. Je kunt ze makkelijk voeren. En je loopt er achterlangs om te melken. Hij is hoog. Er zitten ramen in die kunnen open en dicht. Nou ja, het was gewoon, vergeleken bij de Friese stal was het een hele verbetering. Het was top.